Hallo, dan hebben we een nieuw deel van de Kami. In het vorige deel hebben we met Rauw gepraat en wat nog meer. We hebben de brug omlaag gehaald zodat we verder konden naar het andere gedeelte van Sayon City. Niet echt heel veel, denk ik. Maar ja, in dit deel gaan we proberen het gezonken schip in te gaan. En ik loop er nu al heen en ik zeg maar vast, ik kan er nog niet direct in. Maar ik denk dat ik iets was vergeten te doen de eerste keer toen we in Ryushima Coast aankwamen. Je kan al... Oh. Isun zegt dat er is een ingang, maar we kunnen er nog niet in, want om een van de redenen zijn wij god van zowel alles, maar we kunnen niet een meter onder water zwemmen. Dus ja, een beetje onhandig of niet. Waarom ben ik daar afgeduwd? Moet ik overheen springen? Ik dacht dat hier wat te vinden was tenminste. En ja, er zijn hier kisten. We kunnen hier altijd terugkomen, maar ja. Wat we hier in ieder geval hebben is een Stray Bee. Dit is de derde van de vijf Ryushima Coast. Ik had deze al gelijk kunnen pakken. Maar ik was het al vergeten te doen. En we hebben een Golden Peach, ook niet slecht. Hier hebben we een trap. Maar dan kunnen we niet... De reden dat ik er zo omheen ben gegaan is dat je hier niet zo omhoog kan komen. Het is blijkbaar een te steile trap. Terwijl normale mensen het normaal gesproken moeten kunnen gebruiken op de zee. Nou ja, ik ga nu in ieder geval terug. We helemaal terug gaan het strand. We moeten naar die uitpost waar... Nou, niet die uitpost. Ik heb er niet echt een opmerking over gemaakt toen we er helemaal waren. Dus het is vrij begrijpelijk als je niet helemaal weet waar ik het over heb. Maar zeg maar dichtbij waar de visser zat. Hier hebben we een soort van... Als ik me kan omdraaien. Dit ding hier. Daar moeten we opkomen. En dit is waarvoor we een van de tips die het spel aangeeft. Van je hebt double jump nodig om het spel te kunnen afmaken, want je kan hier niet, voor zover ik weet, je kan hier niet omhoog komen zonder double jump en even de hele onderkant mee aan. Dus Isun zegt ook nog even, want er zit geen vine boven, dus laten we... We moeten nog erg proberen, maar de enige dat het niet lukt is omdat ik de onderkant van het ding eraan raakte. Dus ja, het is eigenlijk een vrij makkelijke sprong. Dat heeft wel een mooi uitzicht, daar ben ik het zeker mee eens, Isun. Nou ja, de puzzel is hier, teken de maan. Dat is wel een enorme verbetering van Act 1, van toen was het altijd teken de zon, nu is het teken de maan. Maak ze wat spelbaar toch zo goed in het maken van puzzels. Dit zorgt ervoor dat de vloed stopt. Ik heb geen idee hoe dit logisch is, maar we kunnen nu in ieder geval er gaan lopen. Ik hoorde jou praten. Even kijken, want er waren hier volgens mij schatten te vinden. Nee, schatten. Gewoon wat items. Een stuk of drie heb ik op de graven doorlopen totdat ik ze alle drie heb gevonden. Omdat het nacht is, het zou natuurlijk niet al te moeilijk moet zijn, want het wordt gewoon aangegeven waar schatten liggen. Dat is een van de fijne dingen, maar ik denk dat hij ook ergens een Golden Peach had. We hadden net ook al een Golden Peach gekregen aan de top van het schip, maar... Ik weet niet. Ik dacht niet dat het super belangrijk was om er een punt van te maken. Quest beats. Dus echt, ze schatten het wel. Zit het hier achter misschien? Het zal een stuk beter verstopt zijn als het hier zit. Ja, oké. Hier ligt het. Ik krijg er al twee peaches van. Die kan raden wat de hint is. Oh, wat? Oh, geen golden peach? Nou, golden charm is net zo goed, maar... Nee, niet net zo goed. Dat is nog heel goed. Gewoon een volledige card weer opnieuw. Zeker niet iets wat ik. Niet iets waar ik over zal zeuren. Ook dit dacht ik ook dat het niet te maken is zonder. Oké, ik kan gewoon walljumpen. Het leek er niet op alsof dat kon. Ik wil het punt maken over hoe doublejumpen nu steeds meer gebruikt gaat worden in dit spel. De eerste dungeon van Act 2: The Sunken Ship. We hebben een of andere... Ja, oké. Amy zegt het al genoeg, moet zeggen. De deur is vervloekt. Oh.
Een van die cutscenes waarin ik de tekst niet kan verstellen, want het spel houdt er zoveel van. Dit is waarvoor we Rauw nodig hadden. In het begin van het spel. Dit is dus waar de Foxbots zijn die zij nodig heeft. En ja, als ik de tekst kon verstellen zou ik het doen, maar geloof me, ik heb dat die kans niet. Ik denk dat het ook puur, dat een van de redenen is dat ik het niet kan doen, is dat de animatie die Amaterasu maakt en Isun en dat soort dingen gewoon niet zouden werken als ik de tekst kon versnellen. In die zin is het niet zo erg. Als de animatie wat meer leven geeft in het gesprek, dan kan ik begrijpen waarom ze niet wil dat de tekst versneld kan worden of overstaan. Nou ja, je kan de kat niet overstaan, F1 is een ding. Zoals je ziet. Maar ik zie het punt niet echt van in om dat te doen momenteel. Liever iets te langzaam dan helemaal niet. Dus de prayer slips die we hebben teruggebracht in het deel hiervoor, die zijn nodig om de barrières open te breken. Mocht je niet helemaal hebben gelezen of niet weet ik voor welke andere reden je het zou hebben om het niet helemaal te begrijpen. Oké, zij zit dus op onze rug vanaf nu. En wat zijn die 20 tekstboxen die ze net zei is, teken een lijn van mijn prayer slips naar de barrière. Je kan ze leuke kanten op laten gaan trouwens, je kan een directe lijn tekenen, maar wat... Daar is toch geen reden voor. En we hebben een nieuwe enemy, Spoken. Woe, ze gaan door onze Celestial Brush heen. Daarmee bedoel ik dus dat ze... zeg maar, terwijl voor de rest van de wereld stopt, zij gaan gewoon door. En... ja, teken zoiets naar ze toe. Komt hij naar ons toe? Hij ging door de vloer heen. Kom, ik weet dat je hier bent. Nou, gaan we wel door. Lijkt me heeft geen zin om zijn gezicht te laten zien. Het is niet echt de beloning volgens mij om ze te doden, behalve... Ik ben nog nooit door een spook geraakt nu, Krovenaar. Ik weet niet wat er gebeurt. Volgens mij waarschijnlijk verlies je gewoon hel. Ik kan me niks anders voorstellen, maar... Nou ja, er zijn hier heel veel schatkisten en... Ja, oké, dit is dus een van de wat engere plekjes van het spel. Tenminste, dat vinden sommige mensen. Je hebt enge muziek. En je hebt dit soort dingen. Je hoort misschien het gelach en... Je zult snel zien waarom. Dit is het hoofd van de Spider Queen, mocht je haar kennen. Zij is op dit schip, net zoals alle andere baas die we hebben gedood op de punt toe. Dat... Oké, we zien hier een paar schatten. En je valt misschien op deze in de voorgrond is veel wat minder naar goudkleurig dan degene op de achtergrond. Waarom is dat zo? Huh? Wacht even hoor. Hierom. Gewoon prayer slip naar die dingen gooien en ze zijn prima te... Ze exploderen. Dus dat. Kan... Kom op. Moeten we echt eerst zijn kop eruit krijgen? Ja. Zij gaan niet door terwijl de tijd gestopt is. Dus al... fijn. Ik weet niet hoe ik dit moet omschrijven. De rest... dus dat moet je opletten. Dat sommige kisten wat meer goudkleurig gekleurd zijn.
Dus ja, er is hier een interessante scroll. Deze wil ik wel echt even de tijd nemen om te lezen. Want dit is een best groot gedeelte van dit spel. Of de lore van het spel. De goden natuurlijk in deze wereld diep zorgen voor bescherming en dat soort dingen. Maar die kracht kunnen ze alleen hebben als mensen geloven in ze. En dit is geschreven door de Holy Messenger. Een Celestial Envoy. Celestial Envoys in het spel zijn een beetje... van die mensen die zeg maar over je geloof komen praten en zeg maar het goede woord verspreiden. Ik weet niet hoe ik het anders moet beschrijven. Nou ja, als zij het niet doen, dan verliezen mensen een kracht in de... Of verliezen ze geloof in de goden. De goden worden zwakker, want zo werkt deze wereld. En ja, dat is een beetje een Celestial Envoy. Ik heb volgens mij nog nooit echt over gepraat en het is ook nooit eerder opgekomen. Maar het is belangrijk voor later in het spel. Ik zeg het maar vast. Oké, er zijn hier van die... vallen. Ik weet niet echt hoe ik ze verder moet noemen. Speren die als vallen moeten gedragen. Je kan ze vrij makkelijk ontwijken als je op de grond staat. Want dan hoef je alleen maar te letten op degene die op de grond zit. Er zijn nooit ergens eentje direct van de zijkant. Dus ja. Hier, als ik me niet vergis, hebben een baas. Ja, niet een... Ik wilde zeggen een baas, zo. Maar wat ik echt moest zeggen is een nieuwe enemy. En ik ben de naam vergeten, want dit is de enige keer in het spel dat ze voorkomen. Ja, oké, nog veel later één keer in het spel, maar je zal het ook niet begrijpen. Oké, ze nemen wel damage, ongeacht van wat je misschien denkt. Ondanks dat er... Wat is een floor finisher? Ik heb geen idee eigenlijk. Of nou, gaan we het eentje hebben. Oké, die moet volgens mij terugstaan of zo als die snel het gooit. Nee? Dat is niet hoe die werkt? Nee, kom op. Oh, wat een klootzak is die. Stop even! Kijk, hij is bol. Nu kunnen we hem aanvallen, nu die enorm verzwakt is. En... Nu ben ik heel erg benieuwd, want ik dacht dat we zo'n floor finish hadden die we konden gebruiken. Oh, ik ben geraakt. Jammer. Ja, dat soort enemies komen alleen voor op de sunken ship. Dat is wel interessant. Oké, dan hebben we weer een barrière. Hoe doen we dat dan? En zo. Een Golden Gate. Je kan die vrij moeilijk doodgaan. Ik weet niet of ze dat geven. Er is niet echt combat. Nou, op die enemies naast. Niet echt combat in deze dungeon. Dat is in de meeste dungeons geen combat is. Stil te nadenken hoor. Wat we hier moeten doen. Denk ik tenminste. We hebben hier een soort van gewicht waar we niet echt veel mee kunnen doen. Kunnen we het examen? Ja. Ja, we moeten iets aan de andere kant huizen om dit naar boven te kunnen laten gaan. En, oeh, er zit hier een clover. En die geeft ons blijkbaar spirit cloak. Alsof we echt damage nemen in dit gedeelte van het spel. Wat we hier moeten doen is... We moeten hier een zon tekenen. En zorg natuurlijk weer voor dat de vloed omhoog gaat. Waardoor er nieuwe... Waardoor nu opnieuw nieuwe dingen kunt doen in... In het schip, nu het water weer omhoog is. Het is toch niet jouw kracht, Matarazu? Beetje domme opmerking. Ach... Sorry, ik moest heel veel wat doen. En nu we hier terug zijn, ga ik opnieuw door de Golden Gate. Maakt het uit. Wat is hier nog meer te doen? Het zien nu allemaal een stuk meer water, dus we moeten een beetje opletten op wat we precies gaan doen. En we hebben deze twee weer. Althans. Ik weet niet of ik net voor mezelf spreek, maar... Het wordt een haai! Ik vond het zo verschrikkelijk eng toen ik dit spel voor het eerst speelde. Het idee van dat twee krabben een soort van nou ja, knuffel aan elkaar geven en dat ze dan in dit veranderen. Ik weet niet. Volgens mij is het idee, of het een gebruik van een... shit, kan ik even langs. Hij heeft trouwens, de reden dat ik dit allemaal doe is omdat hij... hoe heet dat?
Zit hij vast? Hij had de armen om zich heen, dus hij kon niet aanvallen. Een rosary is goed te gebruiken in dit gevecht trouwens. Oké. Okay. We kunnen nu gewoon power slash nu die... Waar is... Oh, hij is dood! Oké. Okay. Dat is even een chaotisch gevecht. Ja, ik kan hem wel staan aanvallen met rosaries en dan power slashen. Ik weet niet, ik probeer wat meer van hem te laten zien, maar ik heb hem ongeluk doodgemaakt. Wat je kunt doen is je kan... Ik schrok heel even ervan. Hij gaat wel soms een... zeg maar, dan springt hij uit het water, gaat hij op zijn krat komen. En dan kun je hem aanvallen voor heel even, want dan zit hij op een vaste locatie en hij kan het wel erg doen. Dit is al een stukje moeilijker. Kunnen die dingen van de andere kant aanvallen? Blijkbaar niet. Ik probeer gewoon zo snel mogelijk doorheen te gaan en meestal lukt het dan wel. Als ik er gewoon niet te lang bij stilsta. Dat is mijn tip voor dit plekje. Gewoon denk er niet lang over na. We kunnen ze nog, deze dingen kunnen we opnieuw wakker maken terwijl ze onder grond zitten. Niet dat het wat doet, dus ze geven geen beam effects of iets dergelijks. Of überhaupt, ze geven niet eens geld denk ik, of wel? Laten we even kijken. Of ze het opnieuw doen. Oh, we kunnen het niet eens activeren omdat ze onder water zijn, of wel? Oh wel. Ik hoorde het geluid. Ja, we kregen nog geld van. Maar ja, voor ze doden niet gewoon hun ding hebben. Hun kisten hebben geld. In ieder geval, ik denk dat ik het hier ophoud bij voor het deel van Okami. In het volgende deel gaan we de rest van het Sunken Ship verkennen. En volgens mij wordt het dan het laatste deel van het Sunken Ship. Het is geen grote dungeon. Ik zie jullie dan. Doei!